Soldaten, dit is Camp Nou en dit is San Siro. Als ik raad in welk stadion ik mezelf bevind, dan kan ik zo mijn FIFA-team op gaan bouwen. Dat ga ik doen aan de hand van GeoGuessr en dan wel European Stadiums. En ik heb maar 1 minuut de tijd per stadion. Dus dat gaat een behoorlijke uitdaging worden. We beginnen hier in een stadion dat geen hoeken heeft. Is dit Zuid-Korea? Of ik weet dat Portugal ook zo'n soort stadion heeft. We gaan nog even doorzoeken. En die timer die tikt wel akelig snel door. Waarom staan hier geen borden? Ik wil gewoon een taal kunnen lezen. Hey, Algarve, of niet? Dat is Portugal. Ik ga erop gokken dat daar Algarve staat. Dus dan doen we even dit. En volgens mij is dat deze regio hieronder. En nou hoop ik dat ik in de buurt zit. Jazeker. 25 kilometer was de afstand. En ik heb maximaal 100 kilometer waarbinnen ik mag zitten. Dus deze keuren we goed. Nu ga ik 1 Portugees kopen voor in het team. De eerste speler is Cristiano Ronaldo. Want zeg je Portugal, dan kom je al vrij snel bij hem uit. Oh, wat is dit? Is dit niet het stadion waar toen het Nederlands elftal speelde tijdens Euro 2012. Dat was in Garkov. En ik weet niet of ik gelijk heb, maar het doet me er wel aan denken. Weet je wat? Ik vertrouw op mijn voetbalkennis. Ik ga gewoon naar Oekraïne toe. En dan zie ik hier Garkov. Dus kom maar. Hopelijk heb ik gelijk. Ja, ik was er 3 kilometer vandaan. 90k voor Moments Shevchenko. Want hij is nu eenmaal de beste Oekraïense speler in de game. Mocht ik trouwens geen 100 chemistry halen met het team dat ik aan het bouwen ben, dan zal ik een icon player pick gaan doen en laten kiezen door Siri. De volgende is... Oh, we hebben nu een drone shot. En wel leuk, want deze lijkt mij een keer wat moeilijker. Kan ik ergens iets zien van een taal of zo? Wat staat hier? GKS. Is dat Kroatië? Nee, trouwens. Waarom denk ik dat? Geen idee. Ik twijfel Kroatië of misschien Polen, want zo'n taal lijkt het wel. Wedden, als ik de één zeg, dan is het de ander. We gaan doen Kroatië, want dat is gewoon... wat ik zou zeggen. Oh, trouwens, waar in Kroatië eigenlijk? Oh, de tijd is om. Het was wel Polen. Oh mijn god. Oké, dus nu ging even alles fout wat er fout kon gaan. Kan gebeuren. Stel, ik heb hem niet goed. Dan moet ik een volledige 10 keer 85 plus pack discarden. Alles. Team of the... Nee, Team of the Year is het. Oh, Jorginho. Oké. Aan de ene kant zie ik, we packen een Team of the Year, maar hij moet weg. Ook Muniain, Turner, Arnautovic, ze gaan allemaal weg. Dus ik moet maar gewoon snel doen. Spartak Trnava. Is er één van mijn kijkers die weet... Oh, wow. Ik wou zeggen, die weet waar dingen ligt. Trnava. Dit is Slowakije, toch? Of niet? Slowakije. Dus waar ligt Trnava in Slowakije? Nou, hoop ik dat het een grote stad is. Oké, dat houdt niet echt over. Er zou hier ergens Trnava moeten liggen. Ik heb 24 seconden. Dit meen je niet waar... Nee, 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 nee. Oh ja, Trnava. Ja, ja, hier. Let's go. Trnava, die moet goed zijn. Die moet goed zijn. Kom maar op. Oh, 600 meter zelfs. 13k. Gelukkig maar voor deze Team of the Season screenjar. En niet dat hij mij chemistry geeft, maar ja, noem eens 5 goede Slowaakse voetballers. Je hebt Hamsik nog, maar ja, dat link is nog erger, want hij speelt in Turkije, die gast. Dus we doen het even zo. Nu staan we in een of andere... Wat is dit? Business room? Hier zie ik een speler. Laat dat een grote legende zijn. En dan kan mij dat hopelijk helpen. Ah, Northern Ireland. Dat ligt boven het land waarvan ik nu het shirt draag. En even kijken. Ga ik gewoon ergens random in Noord-Ierland dat ding plaatsen? Of is dit Windsor Park? Dat denk ik wel eigenlijk. Want dat zou in Belfast liggen. En het is 6 kilometer er vandaan. 150k voor George Best Prime Icon. Want hij is sowieso de beste Noord-Ierse voetballer ooit. Kom maar op. Wat is dit? Ik zie hier tekst. En herken ik de taal? Volgens mij is Volta een Portugees woord. Het veld mag wel een keer naar gekeken worden. Alleen... Oh, wow, wow, wow. Guimarães? Is dat een... is dat een plaats? Is dat een voetballer van Newcastle? Maar ik ga inzoomen op Portugal. En zie ik dan Guimarães liggen ergens? Ik heb 10 seconden. 10 seconden. Ik weet het niet. Nee, ik weet het zelfs niet. 4... Nou, 3, 2, 1. Ik doe gewoon Lisbon. Ja, was het niet. Het was maar... Ah. Dit is een Team of the Season Belgisch. We krijgen Courtois. En City Haaland. Nog een paar Team of the Seasons. Oké, niet te lang naar kijken. L2 en wegwezen. Ja. RUFC. Is dat Rotherham? Want ik zie hier het logo. Oké, dus nee, maar Sheffield ook nog. Dan zal het in de buurt liggen van Sheffield. Rotherham. En ik moet nu wel even gaan zoeken op de kaart. Hier is Sheffield. Maar waar is Rotherham? Ik heb op zich best wel veel tijd nu. Ik heb nog 31 seconden. Rotherham, daar is die. Naast Sheffield. 100% goed. 400 meter zelfs. Dus we kunnen nu een Engelsman toe gaan voegen. Uit de club kan ik Shapeshifters Walker halen. Die ik laatst gepakt had. En waarom hem en niet een andere Engelsman? Het is een centerback die 99 pace heeft.
90. Ik zie geen borden, alleen maar stoelen in de kleur geel, blauw. Waarom staan hier geen borden? Kijk dan. Het is een levenloos stadion. Waar ben ik? Hoe kun je nou een stadion hebben zonder gewoon ergens tekst of een logo of... Wacht, wat staat hier? Wat is dit? Lviv! Lviv! Dat is ook reden. Kon ik ook weten trouwens aan de club. Wacht, ik moet opschieten. De timer gaat... Wow. Waar is Lviv? Hier ligt Lviv. Hij is goed. Ik wou zeggen dat ik het ook had kunnen zien aan de stoelen. De kleuren van Oekraïne. Maar dan nog steeds. Je moet wel weten waar in Oekraïne. Lekker, let's go. Eigenlijk zijn er twee opties. Yarmolenko of Malinovsky. Want hij linkt met Skriniar en hij linkt weer met mijn Premier League spelers. Ik pak Yarmolenko, want ik heb twee Prem spelers en maar één Serie A. Dus dan lijkt me dat logisch. Kijk, als ik het zo doe. Groene link naar Yarmolenko. En dan heeft Skriniar chemistry. Dit is sowieso Frans. Want ik zie hier Rude nog iets. We gaan even een blokje omdoen. Kijken of we ergens iets zien wat mij helpt. Oh, stad Brestois staat hier. Dan is het stad Bre. Alleen, waar ligt Brestois? Oh, Frankrijk is veel te groot. Nee. Het is veel te groot. Waar ligt... Oh, jezus. Ik heb een probleem. Ik heb... dit is geen rem en dit is Bre. Ik moet gaan gokken nu. Ik heb het sowieso fout. Het was 626 kilometer ervandaan. Hamziek is dit. Team of the season. Nou ja, dat vind ik de minst erge tot nu toe van de discards. En daarachter, ja, oké. Haidara. Team of the season, Bruno. Weet je wat? Wegwezen L2. Kijk, dit is Spanje. Want ik zie hier La Liga staan. Dus dat kan eigenlijk niet missen. Alleen Carta Gonova. Nu ben ik wel eens in Spanje geweest. Maar dit zegt me even niets. Cartagena. Cartagena, waar ligt dat nou weer? Murcia. Ja, heb ik wel eens van gehoord. Alleen, ik zou het zo snel niet weten. Carta nog iets. Kan ik een hulplijn inzetten? Nee, zeker niet, hè? Carta, oh nee. Oh nee, ik heb 5 seconden. Nee. Oh, hier is Murcia. Oh nee, ik zit in de zee. Oh, okay. Wow. Oh, hier, Carta. Ja, ik zag ineens... Nee, ik zat trouwens niet in de zee. Ik zat bijna in de zee. Ineens zag ik Murcia staan in mijn ogen. Dit is echt gewoon net op tijd. 197k voor deze Moments Xavi. En nu kun je zeggen van... Ja, maar je hebt eigenlijk je middenveld al af. Wat ik ga doen is ik ga Shevchenko een spits maken. En dan kan Xavi hier komen. We keep on dreaming. Griekenland. Olympiakos, dat is dan... Wacht, welke plaats is dat? Athene? Ik gok Athene. Ik heb nog 20 seconden. Zou Olympiakos ergens anders kunnen liggen dan in Athene? Hier heb je PAOK in Thessaloniki. Nee, ik vertrouw op mijn Griekse kennis. Kijk eens. Hij was goed. 4,5k voor Tsimikas. De Rare Silver. En nu denk je van, hoezo dit? Maar er zijn letterlijk geen goede Grieken. Of tenminste geen gekke special cards. En dan ga je gewoon voor de chemistry. Want hij speelt in de Premier League. En ik moest nog een linksback. Dus nou, kijk eens hier. Waarschijnlijk Italië. Città di Catania. Die zijn failliet gegaan, Catania. Oké, dan moet het die plaats zijn. Trouwens wel een heerlijk cult stadion. Ik zie hier ook het logo van Catania. 23 seconden de tijd. Waar ligt Catania in Italië? Zou het echt... Oh, hier is hij. Ja, Catania. Oh, wat lekker. We hebben gewoon nog 14 seconden over. Heerlijk. Relaxed. Ik kan achteroverleunen. Want dit was natuurlijk gewoon Catania. Er zijn vrij veel Italianen die ik in mijn club heb zitten en die ook goed zijn. Maar toch pak ik van de tweede pagina de eerste kaart. Moments Sambrotta. Want ja, de rechtsbackplek was nog open. En ik heb hem in mijn club. Dus dan is eigenlijk gewoon 1 plus 1, 2. Uno plus Uno is 2. Ja. Dit is Turkije. Alleen waar in Turkije? Want er staat hier tekst, maar geen plaatsnaam, denk ik. Wat zie ik hier staan? Oh, ik heb geen idee. Erzurumspor. Oké, wiens idee was het om 1 minuut te pakken als timer? Ik moet even gaan rijden hier. En zeg maar alsjeblieft, geef me een club of zo. Iets waaraan ik kan aflezen waar ik ben. Dat zou heel erg fijn zijn. Protocol, Basin, ik zie bergen. Ja, zeg het maar, joh. Turkije. Laten we hier doen. Op de rand een beetje. Nee, ja. Oh my god. Ja, een team of the season. Spaans, rechtsmidden, Canales. 2 Euro shapeshifter kaarten. Rikken en Kohler. Maar dat zijn allebei ook ongeveer de slechtste van die promo. Dus daar gaan we weer met de discard. Blauw en rood. Ja, niet een groot stadion. We hebben hier Spar Noord. Het geeft wat Deens of zo. Oh, ik sta hier weer naast een aantal krantenkoppen. Goed deal. Oh, AAB. Is dat niet? Ja, dat is een club toch, of niet? Ja, AAB. Is dat Aarhus toch of zo? Aarhus? Kijk, hier zie je dat ik echt... Ja, hier is het. Ik heb gewoon verstand van voetbal. Aarhus, kom maar. Nee. Jawel. Oh, nee. Het Aarhus. Hoe heet het? Aarboe. Ja, het ding is. Oké, Aalborg. Hij is dus wel goed. Want op 1 kilometer zat ik binnen mijn verhaal van die 100 kilometer. Hoe perfect is dit? Want Moments Schmeichel, die zat al in mijn club. En er zijn niet heel veel Deense wereldspelers. Maar hij is dat wel. En geeft chemistry naar Walker en Skriniar. Dus ik heb nu 89 chem. Als ik een linksbuiten
minuten uit de Premier League zou kunnen regelen, of een Portugees, dan zijn we er. We staan weer buiten het stadion en het is blauw met wit. Dit lijkt Spaans. Het ziet er niet echt uit als een stadion van de buitenkant. Alaves. Hier, kijk eens. Aupa, Alaves, ja. Maar waar ligt dat dan weer in Spanje? Zoomen, zoomen, zoomen. Go, go, go. Kom, zoom in, joh. Alaves. Die hebben nog een keer in de finale van de UEFA Cup gestaan. Daar werd het 5-4 tegen Liverpool verloren in Dortmund. Maar dat maakt niet uit. Waar is het? Ik weet het niet. Ik klik maar gewoon random. Oh, ja. Nou. Ik moet een keer op cursus Spaanse geografie. Wat wordt het deze keer? Het is een... Zou het weer... Nee, het is geen Canales. P3 team of season. Hij was heel duur, maar nu... Nou, gelukkig niet meer. En nog een Courtois Diaby. Goed. Het went een soort van of zo, dit. R2, ze zijn weer weg. Geen dak. Dus dan is het een warm land. Kijk, zo moet je denken als een echte GeoGuessr expert. Je moet die verbanden leggen. En waar doet mij dit aan denken? Ik zie leeuwen staan, ja. Zou dit Bulgarije zijn? Nou, ik weet dat Nederland een keer heeft verloren in zo'n stadion dat er ongeveer zo uitzag in 2017. Maar dat zal vast niet deze zijn, toch? Ja, stoeltjes. Maar ik kan niks met die stoeltjes. Ik ga Sofia zeggen, het was gewoon goed. Hoe herken ik dit stadion? Dit is zo bizar. Want, nou ja, daar ging het helemaal mis toen voor Nederland. Dat is met 2-0 verloren. Het debuut van De Ligt bij Nederland. 113k voor Moments Stoichkov. Want ja, Bulgarije, Manolev kun je doen. Nee, er zijn heel weinig opties. En Stoichkov is met afstand de beste Bulgaar in de game. Nu denk je van, oké, Stijn, je hebt een probleem. Dat dacht ik ook. Maar. Ik ga naar de opstelling 3. Wat was nou 3-4? Nee, niet deze. Ja, deze. 3-4-1-2. Kijk, plus 1. En nu is hier als het goed is 100 chemistry. Dit is dus het team dat is voortgekomen uit alle GeoGuessr stadions. Wil je mij het beste Barcelona team ooit zien bouwen? Klik dan hier. Houdoe, hè.